Ja, het gaat heel goed. Een klein buitje, dat heeft ons denk ik de derde plek gekost. Maar onze auto is iets verouderd in zijn type. En die heeft dan vooral last als we grip moeten zien te creëren. En dan hebben de nieuwe auto's meer. En als het dan nat wordt, hebben we dus een klein nadeeltje. Maar het loopt heel goed, mogen we niet klagen. En dan stond jij achter Dennis Kuipers. Zijn auto deed het niet meer. Wat is er met hem aan de hand? Ik weet het niet. Je zou het bij Dennis moeten vragen. Maar ik denk dat hij iets met de auto had. Want anders zou hij wel rijden. Maar hij is in ieder geval weer in het binnengekomen. Hij kan morgen in de grote service denk ik de boel wel herstellen. En hoe gaat jouw dag morgen zijn? Want het kan nog een podiumplekje worden. Nou, je weet het niet. De dag is morgen nog lang. Maar we beginnen morgen een proefje windrijden. Dus dat is altijd wel fijn. Dat is mijn thuishaven. Even kijken of we daar meteen een keer even kunnen knallen en dan duurt de dag nog lang. Even zwaaien naar thuis? Ja, eventjes. Veel supporters natuurlijk, maar we gaan kijken.